Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Het wordt een hele speciale aflevering, want zoals je in de titel waarschijnlijk al gezien hebt, is this the end? Is dit de laatste aflevering van mijn Feyenoord Carrière? Ik zit er heel erg over te twijfelen. Ik heb er heel lang over getwijfeld, maar ja, iets heeft mij doen beslissen dat dit mogelijk de laatste aflevering is. Jij kan dit echter voorkomen. Jij kan ervoor zorgen dat ik nog doorga. Dat ga ik straks vertellen. Maar ik ga eerst even vertellen waarom. Want de kijkcijfers zijn de laatste maand ongeveer drastisch naar beneden gegaan. Ongeveer, ja, we zijn van de tussen de 300 en 400 views terug naar ongeveer 150. En dat vind ik toch wel erg weinig. En dat vind ik ook erg jammer. Dus vandaar dat ik heb besloten om misschien wel te gaan stoppen. Omdat, ja, weet je, er gaat in zo'n aflevering maken voor mij gewoon zoveel tijd zitten. Zo'n aflevering maken, mag je best weten, kost mij tussen de 3 en 4 uur. Het levert me qua geld echt helemaal niks op. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Ik doe het gewoon echt voor mijn plezier. Maar dan wil ik daar wel iets voor terugzien in de vorm van views, in de vorm van likes, in de vorm van comments. En dat valt de laatste tijd gewoon erg tegen. Ik weet, er zijn een aantal mensen die het gewoon heel erg leuk vinden om naar te kijken. Die commenten ook elke keer en die liken volgens mij ook elke keer. Dat kan ik er niet zien wie dat zijn, maar daar ga ik er even vanuit. En voor die mensen vind ik het echt enorm jammer dat ik dan ga stoppen. Maar het is het me gewoon niet meer waard als er op een gegeven moment bijna geen mensen meer kijken. En ik hoop dat jullie dat snappen. Maar, zoals ik al zei, jullie kunnen het voorkomen. Mensen, als jullie ervoor zorgen dat deze aflevering binnen 48 uur, dus hij komt zondagochtend online, dus dan moet hij dinsdagochtend meer dan 300 views hebben en meer dan 50 likes. Het is misschien wat hoog gegrepen, maar laat zien hoe graag je wil dat ik verder ga. Dus deel deze video met je vrienden, met je familie, met je buren, met iedereen die je kent, met iedereen die je niet kent. Het maakt me niet uit. Zorg dat er naar gekeken wordt, zorg dat die gelijk wordt. En daarmee kan je dan ervoor zorgen dat we gewoon doorgaan met knallen, met Feyenoord. Want dat is natuurlijk wat we dan eigenlijk toch allemaal stiekem wel een beetje willen. Dus je kan ervoor zorgen dat ik gewoon doorga met deze serie. Maar dan moet je er wel wat voor doen. Dus hopelijk gaat het lukken. En dan gaan we gewoon lekker verder met deze serie. We gaan in deze aflevering Champions League spelen tegen Olympiakos. En we gaan tegen PSV spelen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Jongens, doe even duimpje omhoog. Zoals eerder gezegd, 50 likes. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. Verder wil zien hoe deze carrière verder gaat. En we hebben ook nog een andere carrière inmiddels gestart, zoals je misschien wel weet. Een player carrière, waarin ik één speler ben. Ik ben begonnen bij Excelsior. Wil graag een transfer maken. Hoe gaat het aflopen? Dat ga je ook in de volgende aflevering zien. Dus als deze serie ermee stopt, gaan we altijd gewoon nog verder met de player carrière. En wellicht vind je die ook leuk of wel leuk. Geen idee. Whatever. Doe er wat leuks mee. Nou ja, dan gaan we maar gewoon verder van start met waar we gebleven waren. En dat is met de wedstrijd tegen PSV. Jawel, toppetje in de Eredivisie natuurlijk. We spelen in Eindhoven en we spelen met ons A-elftal. Wat inhoudt dat we straks Champions League gaan spelen met ons B-elftal. Dat is altijd een beetje tricky, maar we moeten er gewoon vertrouwen in hebben dat het goed gaat komen. Want tegen PSV moeten we natuurlijk ook gewoon top kunnen presteren om bovenin in de Eredivisie ja, verder te blijven gaan natuurlijk. Hè. Jongens, wat ik nog wou zeggen, als FIFA 20 uitkomt, ga ik daar waarschijnlijk wel weer een Feyenoord carrière mee doen. Het ligt er een beetje aan hoe de carrière mode eruit komt te zien. Want de afgelopen jaren is er met carrière mode in FIFA geen ene reet veranderd. Ik doe eigenlijk al 4 jaar lang hetzelfde en dat is eigenlijk ook wel eens een beetje zuur. En hier zien we PSV in de aanval en die schieten hem de godverdomme gelijk in. Nou, dat is een lekker begin of niet dan? Is het misschien wel je laatste aflevering? Beginnen we zo met het doelpunt van PSV. Het is niet te geloven, maar het is wel waar. Maar goed, zoals gezegd, career mode is al 5, 6 jaar precies hetzelfde. EA verandert er geen ene kut aan. En dus ja, weet ik niet of ik wel weer een carrière wil gaan doen. Want het begint toch wel aardig saai te worden. Maar goed, dat zien we tegen die tijd wel. Wij gaan hier gewoon weer lekker aanvallen. We gaan gewoon nog even het commentaar van deze wedstrijd doen. Even geen gelul over andere dingen. Gewoon commentaar met Junior hier in de aanval. Die geeft een voorzet omhaal. Oh, en die gaat er niet in. Het is een redding van de PSV-keeper. Ik heb geen idee wie er op doel staat. Maar hij houdt hem wel tegen. En zo blijven wij 1-0 achter staan. Wordt Junior hier weggestuurd? Is het geen buitenspel? En die man die is me daar toch een partij snel, jongens. Gaat hij dan scoren? Ja. Natuurlijk gaat hij scoren. Het is Vinicius Junior. Die scoort de 1-1. Kon ook niet anders. Hij was zo enorm vrij. Geen stroombreedte in de weg gelegd. De PSV-verdedigers doen nog wat ze kunnen. Maar die houden hem natuurlijk niet meer bij. En in de korte hoek is het Vinicius Junior.
die scoort. Hoppatee, we gaan gewoon verder, want het is 1-1. We ruiken bloed, we kunnen gewoon erop en erover. Junior hier weer aan de linkerkant, gaat die back voorbij. Hoppatee, pirouetje, wil er nog een keer voorbij, wil er weer voorbij. We hebben geen overtreding. Scheids, wat is dit? Waarom is het geen overtreding? Dat wat mij betreft toch gewoon een overtreding kunnen zijn, want hij speelde de bal totaal niet. Maar goed, het is niet anders. Sessegnon, Hiro, Amiri. Amiri naar Promes. Een beetje te ver naar de buitenkant. Promes laag naar Shaqiri. En die back van PSV zit ertussen. En zo blijft het nog steeds 1-1. Jammer, jammer, jammer. Dan, hier Fred wordt niet bereikt. De bal wordt weggewerkt. Sessegnon kan hem opvangen. Even naar Den Donker. Den Donker naar Amiri. Amiri naar Gouillet. Gouillet naar Sessegnon. Sessegnon, Fred, Junior. Jongens, het wordt goed gevoetbald. Hier lage voorzet. Maar ook die komt helaas niet aan en zo blijft het nog steeds 1-1. Dan gaan wij naar de tweede helft. Is het hier Junior die wordt weggestuurd. Die kan schieten en die bal gaat er niet in. Het is die PSV-keeper die hem eruit houdt. Shaqiri houdt die bal hier nog binnen. Gaat nog een aanval produceren. Hier al goede voorzet, maar die kan net niet gekopt worden. En PSV kan die bal wegwerken. En zo krijgen wij wel een corner. Corner genomen door Amiri. Amiri, goede corner. Wordt helaas weggekopt. Fred kan die bal oppakken naar Shaqiri. Shaqiri, wat gaat hij doen? Oh, prachtige beweging. Volley. Helaas niet zuiver genoeg. Recht op de keeper af. En zo blijft het 1-1. Dan, geen goede paas van Amiri. Die had wat harder gemogen, pik. Maar goed, we hebben nog snel balbezit. Hiro, Fred. Fred naar Amiri. Amiri, ga je nu wel een goede paas geven? Ja, hij gaat nu wel een goede paas geven naar Junior. Junior weer helemaal vrij. Kan hij scoren? Ja, hij kan scoren. En het is 2-1. Yes, yes, yes. Het is Junior in de korte hoek. Die de voorsprong hier ook een zekerheidje maakt. Het is 1-2. En het is weer Junior met zijn tweede. Amiri dit keer wel met een goede paas. Eerder in deze aanval gaf hij een klote paas. Maar dat zij hem vergeven. Amiri jast hem hier in die korte hoek lekker binnen. En het is 2-1. We gaan gewoon door. Want we willen natuurlijk gewoon zekerheid op de winst. En dan moet je niet op een 2-1'tje gokken. Hiro met een goede kans voor Amiri. Gloeiende. Hij schiet hem gewoon over. Hoe krijg je het voor elkaar van zo dichtbij? Schiet hij hem gewoon over. Dat had de beslissing moeten zijn. Is het niet. PSV met de aftrap. En ze gaan hier ook goed combineren. En als in FIFA je speelt op Ultimate, wat ik doe, zo gaan combineren, dan weet je, er gaat ellende aankomen. Jongens, we hadden net al een kans om de bal af te pakken. Lukte niet. PSV nog in de aanval. Hiro, spelen die bal goed rond. We kunnen er niet bij komen. Kom op, pak die bal nou alsjeblieft af. Nee, ze blijven combineren. Het is niet te geloven. Ze hebben al bijna 10 minuten balbezit. Kom op, pak die bal nou af. Nee, ze blijven overspelen. Kom op, krijg ik dan nog een kans? Nee, wordt weer om zeep geholpen hier. Kom op, tackle nou even jongens. Pak die bal af, PSV. Hier, ja, ja, heb ik hem dan, heb ik hem dan? Ja, ik heb hem. Nee, toch weer niet, helaas. Het is weer zover. Hiro, heb ik hem dan? Nee, heb ik hem weer niet. Weer niet. Bal wordt geblokt, weggekopt. Gouillet, Hiro. What the fuck man, loop nou door. Pak nou gewoon die bal af. Het is niet te geloven dit. Hè. Je mag gewoon die bal op een gegeven moment gewoon niet meer hebben. Als IE besluit, we gaan scoren, dan is het ook zover. Ze blijven gewoon balbezit houden, wat je ook doet. Je krijgt die bal niet meer terug. En hier, hoppatee, 2-2. Ja, wat doe je eraan? Je tackelt je eigen het ongans. Maar als spelers op een gegeven moment gewoon blokkeren met lopen, de bal niet controleren. Ja, er is er geen houden aan. Dan hebben ze gewoon besloten, PSV moet scoren en het is 2-2. Nou, dan gaan we nog kijken of we alsnog die winnende kunnen maken. Want ja, we willen natuurlijk wel winst hebben. Hier zo krijgen we dan nog een kans. Maar die gaat er niet in. Keepertje houdt hem tegen. En krijgen we een corner. Kunnen we dan uit die corner nog wat doen? Laten we eens even kijken. Cornertje. Nee, helaas. Bal wordt weggewerkt. Hier ook kan Kokchu dan gaan schieten. Bal wordt geblokt. En zo blijft het 2-2 en helaas verder geen kansen meer. Maar goed, als PSV in-game meer dan 10 minuten balbezit kan houden voordat ze scoren, ja, dan weet je het, dan is er geen houden aan. We spelen gelijk, geen man overboord, we staan gewoon nog steeds eerste. Is misschien ook leuk voor de spanning in de competitie, mochten we eventueel doorgaan. Maar goed, dat terzijde. Jongens, dan misschien wel een pijnlijk momentje. Misschien wordt dit dan wel de laatste wedstrijd van deze serie tegen Olympiakos. En met wie anders dan Villalba in de basis met de voorzet. Die gaat er niet in. We spelen deze dus met ons B-elftal. En zo blijft het nog even 0-0. Kwartiertje gespeeld nu. Hebben we hier Davies die wordt weggestuurd. Davies gaat die langs de bal. Oh, hij ontwijkt de sliding. Goed gedaan, Pik. Gaan rennen nou. Rennen nou. Kom op. Zoek een vrije man. Zoek een vrije man. Hij vindt een vrije man.
En het is Philly die die bal verneukt. Philly, je was zo lekker in vorm de laatste keer. Maar dit is niet best, jongen. Wat gaan we dan nu doen? Eens even kijken. Het is hier een aanval van Olympiakos. Kunnen wij die bal afpakken? Nee, dat lukt niet. Maar Scherpen houdt die bal tegen. En zo blijft het. Gelukkig nog even 0-0. Philly aan de bal op Davies. Davies moet een vrije man zoeken. Terug naar Philly. Philly naar Jurgensen. Jurgensen met een lange bal richting Villalba. Villalba, wat kan je doen? Oh, even de ruimte opzoeken. Goed gedaan. Goede voorzet. Nee, geen goede voorzet. Verdediger zit ertussen. En het blijft nog steeds 0-0. Philly op Nkunku. Nkunku moet naar Davies spelen. Dat doet hij. Goeie bal. Davies, wat gaat hij doen? Actie of voorzet? Hij gaat voor de actie. Legt hem af op Nkunku. Nkunku hier al met een goede bal. En ja, ja, ja. Hij gaat erin. We staan 1-0 voor in Griekenland. En het is weer Philly. Foden is het. Godver, ik ben elke keer in de war met die naam. Daarom noem ik hem ook Philly. Dat was makkelijker. Philly scoort weer. Net als vorige aflevering. Scoorde die, gaf die assist. Hij was echt werelds bezig. En hier, met een klein beetje geluk via de keeper, schiet hij hem ook binnen. Olympiakos dan, oh, op de paal. Was het al bijna weer 1-1. Maar gelukkig is dat het niet. Dan, Olympiakos zet druk. Hiro is weer in de aanval. Goede combinatie, schiet in de korte hoek. En het is 1-1. En we krijgen weer een doelpunt tegen. Het is niet te geloven. Maar het is wel waar. Hiro, goede actie Hiro. Werelds 1-2. Dat verwacht je niet. Maar ze doen het toch. En ja, in de korthoek is het raken. We staan op 1-1. Tweede helft moeten we natuurlijk vol gas met Villalba. Goeie voorzet op Jurgensen. Die kopt hem net iets te hoog. En zo blijft het dus nog steeds 1-1. Dan Davies weggestuurd. Davies op snelheid. Kan hij gaan scoren? Gaat hij schieten? Gaat hij afleggen? Davies gaat schieten. En die bal gaat er niet in. Ook in de rebound niet. Davies weer. En Nkunku schiet dan op de god voor de paal. Jongen, jongen, schiet hem er dan toch in, man. Maar helaas, helaas. Dan is het Villalba die wordt hier weggestuurd. Villalba, ga jij het dan doen? Villalba, schiet hem er nou alsjeblieft in. Ja, het is Villalba die scoort. Yes, yes, yes. Eindelijk is het dan 2-1 voor ons. En het is Villalba die scoort. Wat een held van het kanaal, jongens. Ik doe al 4 jaar deze serie. Ik haal al 4 jaar lang deze man naar Feyenoord, naar Rotterdam toe. En hij blijft maar scoren. Af en toe heeft hij een mindere periode, heeft iedereen. Maar wat een held. Hij scoort gewoon weer. En het is 2-1. En het is Veerman hier, die is ingevallen. Kokcu is ingevallen. Villalba weer. Villalba gaat zijn man voorbij. Legt de bal af op Kokcu, maar die kan niet schieten. En zo blijft het 1-2. En is de wedstrijd nog niet afgelopen. Oh jee, het is blessuretijd. En Olympiakos gaat aanvallen. Nou, dan weet je dit natuurlijk wel met FIFA. Oh jee, nee, nee, nee. Scherpen, het was zo'n zacht pisballetje. Vang hem nou gewoon. Krijg gewoon nog een corner tegen. Je weet hoe dat gaat. Laatste minuut corners. Laat het alsjeblieft niet zo zijn. Kop hem weg. Yes. Ze koppen hem weg. Gelukkig. Olympiakos nog in de aanval. Het is afgelopen. We winnen met 2-1. We halen 3 belangrijke punten binnen voor de Champions League groep. En zo is dit het einde van deze aflevering. En misschien ook van de serie. Jongens, jullie weten wat je te doen staat. Deel de video met iedereen die je kent. En ook met iedereen die je niet kent. Zorg dat we 50 likes halen. Zorg dat we meer dan 300 views halen. Binnen 48 uur. Dan ga ik weer een nieuwe aflevering maken. Ik beloof niet dat die aankomende zondag dan al klaar is. Geen idee of ik daar genoeg tijd voor heb. Maar dan gaat er zeker een nieuwe aflevering komen. Hartstikke bedankt voor het kijken. En ook voor alle support tijdens deze serie gedurende het jaar. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug. Zien we bij de spelerscarrière nog terug. En dan, hoop ik jullie daar te zien. En hoop ik dat jullie abonnee blijven op mijn mooie kanaal. Ik doe erg mijn best voor alle video's die ik maak. Hopelijk waarderen jullie dat. En dan hopelijk zien we jullie weer binnenkort terug. Ik heb een heleboel keer het woord hopelijk gezegd. Dus hopelijk is dit nu het einde. Jongens, ciao, vaarwel, later.